Krijgen jullie vanavond een lesje effectiviteit? Ja, misschien wel, ja. Die bijen niet veel kansen gehad eerst zelf. Maar hun eigenlijk, het is niet echt een kans, het is een afstandsschot. Ja, die ook weergeloos binnenschiet eigenlijk. En een vrije trap. Maar ja, ik vond het eigenlijk dat we een beetje tegen onszelf voetbalden. We waren niet wakker. Slordig in de passing, slordig in een aanval opzetten, kansen creëren. Ja, het was ondermaats. Ja, ik dacht na de eerste minuut, ik denk, nou, Pek Zwolle is goed bij de les. Want toen kwam er even wat vuur. Maar dat was heel snel gedoofd. Ja, eens. En dat kan eigenlijk niet voor je eigen publiek, voor je thuisfront. Dan mag dat niet gebeuren. Maar ja, dat is makkelijk zeggen achteraf, maar op het veld moet je het laten zien. En dat hebben we vandaag niet gedaan en dan moeten we onszelf goed naar onszelf kijken. Ja. En hoe komt dat? Want ik neem aan dat iedereen toch 120% doordrongen was van het feit dat het vanavond moest gebeuren. Nou ja, bij mij wel. Ik vond ook wel, voordat we naar buiten gingen, dat we elkaar scherp hielden. Dat het misschien tijdens de wedstrijd niet zo was. Geen idee hoe dat eigenlijk komt, maar ja, het kan niet. Nee, en dan kom je in de rust in de kleedkamer. En wat zeggen jullie tegen elkaar? Nou ja, dan probeer je het nog wel positief te houden. En dan probeer je het nog wel om te zetten tactisch. En kijken waar we winst kunnen halen. En dan krijgen we eigenlijk na 2 minuten weer naar rust. Verlies je de bal en vrije trap. Goal. Ja, dan wordt het lastig. Ja, en dan wordt het nog een beetje pompen of verzuipen na jouw goal. Ja, dat is denk ik niet echt ons spel, maar ja, je moet wel. Het staat 2-1, dan heb je eigenlijk niks te verliezen, dus eigenlijk alles of niets. Dan ga je een beetje gokken, dan ga je lange ballen spelen, hopen dat hij goed valt. Ja, helaas was dat niet zo. Ja, dan maak je zo'n goal, wat is je gevoel dan? Want je maakt een mooie goal. Maar, ja, mooi, ja. Nou ja, ik maak hem, maar... Nou ja, ik was eigenlijk niet heel blij of zo. Ik dacht, bal pakken we terug en weer verder. Ik had eigenlijk helemaal niet het besef van mijn eerste goal, Eredivisie goal of wat dan ook. Nee, dat was meer aan het denken van pakken en mee door. Ja, en dan lukt dat niet. Hè. Het was nou even pompen of verzuiven. Een paar kansen. Maar toen kwamen er wel kansen. Ja, tuurlijk. Ja. Je krijgt altijd een kans dan. Ja, het is niet het voetbal van Pek Zwolle, maar ja, het moet. Dan hoop je gewoon dat hij een paar keer goed valt. En een paar keer nog wel een kansje gehad, inderdaad. Maar ja, het was gewoon niet goed genoeg. En nu 2 weken geen wedstrijd. Is dat jammer, want dit achtervolgt je 2 weken. Ja, dat is jammer, want je wil eigenlijk het liefst eigenlijk over 3 dagen alweer een wedstrijd hebben om het goed te maken. Maar we hebben ook gewoon weer een week om met elkaar beelden te kijken, om met elkaar te praten, om te zeggen hoe het verder moet en hoe het beter kan. Want dat is één ding wat zeker moet, is, dat het beter moet. Het moet beter. En wat kan er? Wat moet er beter? Nou ja, gewoon zorgvuldig zijn aan de bal. Echt erkennen van, je kan een kans uitkomen, slordig in de passing. Ik vond ook dat we niet goed bij de tweede ballen zaten, duels verloren. Ja, daar moeten we wel naar gaan kijken, denk ik.